Ja, je had er toch een blauwe kleur in gestopt? Ja, ze komen er. Oké, okay, maar nee, er zit ook een blauwe bij in. Je hebt een blauwe toch gestopt. Hoi en welkom bij de Van Schijtjes. Ik ben Kimberly. En ik ben Bianca. En ik kwam deze tegen. Het is toch weer een Pets Alive. Ze hebben daar weer nu een nieuwe van. Maar ik mag maar het openmaken. Dit is een pooping puppy. Maar deze kan ook nog praten. Hij kan dus poepen. Oh, dit is gewoon een soort... Ik dacht, het is een knuffeltje, joh. Is het geen knuffel? Weet ik niet. Nee, kijk dan. Ja, ja, maar ik denk wel dat het een knuffelachtig iets is. Nee. Maar hij kan ook nog poepen. Nog meer poep. Nog meer poep. Ze hebben plakband erop gedaan. Dat is vals. Ik kan van onder dan ook maken. Nee, dat schiet lekker op. Maar er stond dus op de doos dat hij 3 dingen kon doen. Hij kon 3 geluidjes maken of zo. Ja, ik weet het niet precies. Ik was wel nieuwsgierig. Ik denk, nou, die neem ik mee. Ik vind Kimberly vast niet erg. Is het erg? Het is erg dat hij niet zo makkelijk opgaat. Het zijn elke keer kleine sliertjes. Nou, zo duurt het wel even. Dat is allemaal wat langer, dus het wordt steeds langer. Nou doet hij helemaal niks meer. Alleen dat het uitpakken duurt lekker lang, dus dan ben je lekker zo lang zoet mee. Ze wordt agressief, jongens. Ja, doe het wel. Kijk je uit? Nee. Oké, maar hé, hé. Ja, er zit nog een plakbandje op. Kom, dat doe ik wel. De andere komt op. En klaar. Alsjeblieft. Die plakbandjes gingen makkelijker. Deze gaan we nooit kopen. Moet je aan de onderkant open of zo? Try niet, dat moet doen. Hij heeft gepoept. Moet je misschien aan de onderkant? Ja, dit zijn van die vervelende dingen. Nee, echt even niet. Niet. Nou, hij zegt uuuu. Het duurt te lang. Wat een drol. Auw! Oh, die punt. Kom naar mij doen. Er zit hier nog plakband. Kijk, er zit hier nog plakband. Hier word je toch zo agressief van. Ik trek heel dat ding uit elkaar. Is die nu los? Ja, 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 hij ging een stukje. Ja, een stukje. Wacht, wacht, wacht. Maar wat is dit dan? Dat moeten we niet. Grapje! Ik heb gewoon opengebroken. Ik weet niet wat ik heb gedaan, maar ik hoorde een knal. Ah! Welke heb ik? Kapot, schattig! Oh, een husky-achtig! Hé, hey, waarom heeft hij dit zo zeggen? Wat hadden we moeten doen? Weken. Hé. Hey. Hij had een knippertje in zijn oor. Uh-oh. Ja, doe ik graag niet in die luier kijken nu. Je kan hem laten... Oh, je kan hem voeren! Kom, we gaan hem voeren. Kom, voeren. Ja, maar als je hem gaat voeren, gaat hij ook poepen, hè? Hoezo ze... Wacht. Hoe had je dit open moeten maken? Joh, dit kan toch niet? Oh, kijk. Ik wil hem voeren. Ik wil hem voeren. Mag dat? Ja hoor, ik ga hem voeren. Dat ding is ook gewoon in de vorm van een drol.
Kijk. Ik zal even schoon. Hij heeft nog niet eens gevoeld. Nee, zo snel gaat dat nou ook weer niet. Misschien moet je even kijken hoe lang dat duurt. Ja, een uur denk ik. Batterijen. Weet je, er zit de batterij in. Tuurlijk. Oh, wacht even. Woef, in zijn oor. Andere. Ik schrok. Oké. Ik zag... Hoe je kan hem een naam geven. Kijk dan. Ja. Ter adoptie hebben. Hij heeft er nog niet... maar kijk. Gevoegd. Oh, hij moet nog aan. Moet er batterijen in. Maar hij is... Er zit dan batterijen, anders doet hij het niet. Weet het niet. Hij is wel heel schattig, maar waarom, wanneer gaat hij poepen dan? Weet ik het. Wanneer ga je poepen? Zeg eens. Maar misschien poept hij alleen maar als hij een luier aan heeft. Die luier dan aan? Ja, dat wacht. Je moet op zijn tong duwen! Nou, druk op zijn tong. Schijt ze uit. Heb je een pen of zo? Vinger weg. Zie nou je vinger op. Dat is net als dat filmpje. En dan? Weet ik niet. Nog een keer. Ga maar drie dingen. Dus meer niet. En dan, oh, maar hij moet wel dan zo moet je zo, zo doen, hè? Ja, maar hij moet sowieso in zijn luier poepje, toch of niet? Ja, het luier van, anders gaat hij niet poepen. Luiertje. Wie hebben wij? Hoe heet hij? We hebben Rompie. We hebben Rompie. Rompie. We hebben Rompie. Rompie. We hebben wel de leukste naam. Ja? Hoe heette die andere dan? Of weet je Chula. Dat niet? Wat is? Chula. Chula. En we hebben Bingo Boel. Maar wij hebben lekker Rompie. En nu? Ja, staat hier toch voet omhoog? Voet omhoog. Pardon? Hij boert. Het gaat piepen. Wat? Hij is wel grappig. Aan zo, hè? Nog een keer. Hallo, gaat nou nog. En dan, hoor je de laatste? Nog een keer, laatste. Oh, die was kort. Dat is zo'n slijpmoordenaar. Nou, nee, want hij is hoor. Hij is wel schattig. Kijk, kijk of hij poept. Ja. Ja. Eentje. Je had hem toch een blauwe kleur erin gestopt? Ze komen er. Oké, okay. Oh nee, er zit ook een blauwe bij. Je hebt een blauwe er toch gestopt. Ik denk, hij is een andere kleur geworden. Nou, dus, oh, hij doet zijn luiertje aan. Ik vind het wel echt een schatje. Ik zou hier de hele dag mee spelen. Nee, toch mee spelen. Ik zou de hele dag eten laten. Ja. En de benen onder een boek. Moet je meenemen naar school, dan moet je hem zo in je tas en dan... Nee, dat kan echt niet meer naar mijn school. Hebben jullie geen speelgoedmiddag meer? Nee. Stom. Maakt het niet uit. We hebben wel poppenmiddag. Wij spelen de hele tijd met dus, poppen. Ja? Ja, inderdaad. Je hoeft niet zo ver in zijn mond. Ja, hij moet toch naar beneden of niet? We gaan nu naar beneden. Ik voel zijn lijfje. Nou! Ja, hij moet toch naar beneden. Nou, ja, het gaat dat doet naar jou beneden. Toch ook niet? Ik zie hem zitten in zijn strot, hij stikt. Ja. Hij geeft ook geen geluid meer. Oh. Doe maar eventjes laten. Wil je poepen? Ik vind het echt. Mooi. Nog een keer? Ja? Ah, oh. Nu een keer stil. Dit is wel. Ja, hij doet zo hard nog een keer. Nog een keer? Maar
Kim vindt het gewoon leuk om de hele tijd poepjes te laten. Maar dit is dus het enige wat ze doet. Poepjes laten. Onze hond liet vroeger ook zo'n scheet. Auw, zeg dat! Maar kijk hoe schattig. Want jullie hebben hem volgens mij nog niet eens helemaal goed gezien. Het is een beetje een husky-achtige hond. Hij blaft. Hoe laat is het? Het is 14 oktober. Heeft hij zijn eerste poep gedaan. Oké, maar hoe heette die? Hij heet Rompie. Rompie. Hij is wel echt schattig. Hoeveel verschillende soorten zijn er? Oké, er zijn 3 soorten. Je hebt er nog een soort. Eentje heet, is een mupsontje en eentje is een Dalmatiër. Oh, die kun je beter hier zo zien. Ja. Ja. Maar je weet dus ook niet welke je krijgt. De Dalmatiër en nog een mopshondje. En wij hebben nee, we hebben geen Dalmatiër. Nee, wij hebben een rompie, een soort husky. Dus de mopshond, een husky en een Dalmatiër. Ze zijn wel echt heel leuk. Ik vond hem wel, ik vind hem op zich, voor dat geld vind ik het wel meevallen. Maar het is wel een beest dat geluidjes maakt. En hij poept! Ik vind deze wel heel schattig. Oké. Is het wel uit? Heb je al visje laten? Moet je verschonen. Maar meestal moet je zo'n beest laten liggen. Ah, er komt wat uit! Het hangt aan zijn kont. Echt hoor eigenlijk. Ja, maar eet maar op, want anders raak ik het kwijt. Ja, maar ik vind het wel heel schattig. Eerst zijn luieren. Zo. Luieren, dat kan ik wel. Dat doe ik de hele dag. Maar dit zijn stickers ook. Oh, die was gemeen. Maar het grappige is... Hé, hey, wil je gaan? Ik moet even gapen. Het grappige is dat op de foto's laat hij echt een drolletje. Hier laat hij... Zo'n kopje is weer uit. We hebben ooit een keer eerder zo'n hond gehad. Ze moest je zo'n bordje geven. En dan poepte die hem uit. Ja. Of naar achter. Ja. Dan kon je ook mee lopen. Ja, maar nou goed. En jongens, de Petselife. Hoe heette dit ding? Petselife en dan Poepin Puppies. Nou, wat vind jij ervan? Wat? Wat vind jij ervan? Wat vind ik ervan? Ik vind het leuk. Ja, hè? Dus ik vind hem ook heel erg leuk. Ik vind hem, ik kan hier wel de hele dag mee knuffelen. Hij is ook lekker zacht. Dus dat vind ik dan weer niet zo leuk. Ja, dat vind ik de vingers te knakken. Jongens, dit was onze video van de Pets Alive. Poeping Puppies. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vergeet niet te abonneren. En de dikke naam omhoog te geven. En de belletje aan te klikken, zodat jullie niks meer missen van de scheidjes. En vergeet niet naar onze volgende video te kijken. Doei!